In het aangezicht of gezachte van technologie. Technologie is goed. Technologie is natuurlijk heel goed. Maar de telefoons is goed. Al de telefoons en de dingen die we hebben. Al de sms'jes die u verstuurt is prachtig. Maar hoe gebruikt u het? Hoe gebruiken wij die technologie? Dat is goed. Het is natuurlijk inderdaad goed. Maar de manier waarop dat we ze gaan gebruiken, dat is het. Oh, when we come to church and you of sing. Als we naar de kerk komen, yeah, we love it. En u zingt, dat is then, prachtig. How these people en hoe jump. Dat de mensen springen en dansen. Ik wou dat ik hetzelfde kon doen. That I am happy. Dat ik God kan zeggen dat ik blij ben. Het is allemaal goed. Maar wat doet u in het geheim? Wat doet u daar in het geheim? The Messiah asked him. De Messiah is de plek uit. The woman said. Over de vrouw zei. I am waiting. Ik wacht. The organ said that you are saying. Dat alles wat dat doet. When the Messiah comes. Als de Messiah. You will show us everything. En zult alles gaan openbaren. And Jesus said. En Jezus zei. I am here. Ik ben hier. I am here. Ik ben hier. And the things I am telling you. It's what you must do. It's what you must do. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are waiting for someone. You wacht op iemand om te komen. Het is allemaal goed. What will the Messiah come maar wat gaat de Messiah openbaren? The woman, when he comes. De vrouw zei als hij komt. I like that statement. Ik hoor van die. But the woman was anticipating. De vrouw was anticipating. Somebody will come and show the dat goodness. Iemand zou komen om alles, al het goede daar te gaan. Will come and show them what to do. Iemand zou tonen al de dingen die zo. Now Jesus has come to do. Maar Jezus is de plek. Jesus is already here. Jezus is hier. He has come. Hij is hier. And he has told you. En hij heeft u overteld. What to do? Yes. What is on what doing? Are you also doing? Maar wat doet u vandaag ermee? This is the question. Dat is de vraag. The Messiah is here. De Messiah is aanwezig. Hij heeft al alles al openbaard. Als dat profetie is, sprak over Matthäus 28 vers 20. Tell them to do everything om alles te doen die ik en wanneer ze doen dat, en als ze dit doen, ik zal met to the end of the age. En als het ons opdraagt, en zal met ons zijn, tot het einde van de tijden. My sisters and young men. Boys and girls. Do what this man is telling you. Doet wat dat deze man ons opdraagt. When you obey him. En als u gehoorzaam. He will be with you. En zal met u zijn. To the end. Tot het einde. Of the age. Van het einde. Nothing. Niks. Nothing. Niks. Can hurt you. Kan u ook aanraken. Nothing. Niks. Can restrain you. Kan u weghouden, tegenhouden. Your teachers. Zelf uw leerkrachten. Ze kunnen u niet tegenhouden. They can tell you, you can't do this. Ze kunnen u vertellen, je kunt dit niet but doen. When the man is with you. Maar als die man is with you, die zou meer kunnen gaan verrichten. We are waiting for the man. We wachten op die man. When he comes. Als hij komt. You tell us everything. Hij zal ons alles gaan vertellen. Jesus said, Jezus zei, ik ben hier. I am already. Ik ben aanwezig. Ben hier. If you will listen to me. Alleen als u zou gaan luisteren. If you listen to als me. U zou gaan luisteren. So Jesus told dus Jezus vertelde. That there will come a time. Er zou een tijd gaan komen. Grace will be. Genade. Grace and omission. Een tijd gaan komen. But Jesus said something. Jesus said something. He said, there will come a time that worshiping here. Dat hier aanbidden mensen raciale kwesties will be over. Zullen allemaal tot een einde komen. This is not very important. Dit is niet allemaal niet belangrijk. It will be over. Het zal ten einde komen. Maar er is één belangrijke factor. People who want to worship him, dat de mensen die ze willen aanbidden zullen hem moeten aanbidden. In waarheid en in de geest. Who do this? Mensen die deze dingen brengen. That the Lord is looking for. Dat is degene die de God aan het zoeken is. People who do this? Mensen die deze dingen the, doen. The Lord God. De Heere God. Messiah himself. De Messiah zelf. Is looking for. Amen. Zoekt zulke mensen. When people will begin to worship. Dat mensen zullen beginnen aanbidden. No one is there. Waar niemand aanwezig is. When
when no one is watching. Als niemand naar u kijkt. Yesterday I was saying about it. This is a good thing. Ik breng mijn boodschap eens aan. We need to pray more for the Holy Spirit. Voor het verlangen van de Geest. We need to pray more for that. We moeten bidden voor deze. Now, when people are praying. Als mensen bidden. They want those miraculous signs. Ze willen miraculeuze tekens. They want to get that power. Ze willen die kracht. That when I speak. Als ik spreek. Some people when they remove their coats. Mensen doen hun hersenen uit. En ze begonnen te slaan. En mensen beginnen neer te vallen. Is that what you need? Is dat wat u eigenlijk nodig heeft? Falling down is what you need. Nu dat u alleen maar valt, is dat wat u eigenlijk nodig hebt. The new pastors who pray. Zo willen pastoren of voorgangers die u kunnen doen. And the people who falling down and shouting. En mensen vallen op de grond en ze beginnen te roepen. Okay, it is good. Het is allemaal prachtig. It is good. Het is goed. This will not take you to heaven. Maar dit zal u niet naar de hemel brengen. It will not take you to. Het zal u niet naar de hemel brengen. There is one thing. Er is maar één ding. That can take you to heaven. Die je naar de hemel kan brengen. The fruit of the spirit. De vrucht van de Geest. Your character. Your karakter. Your character. Your karakter. You can scheme your way somewhere. Je kan zelf. When we are American, we when you are a politician, you can scheme your way. Politici bent, kunt u zelf. You can show goodness. You can and we. And everyone will say you are good. Iedereen kan zeggen dat u goed. When you get to the top there. Maar als u daar naar boven zit. Your character. Your karakter. Bring you back. Zorg die terugbrengen. So Jesus was saying that. Jezus vertelde. People will come to me. Mensen zullen tot mij. And they will say. En ze zullen zeggen. Oh, we heal the sick. Oh, we hebben de zieken genezen. We deden dit in your name. We deden dit in your name. Of en Jezus zal zeggen. Go away from me. Ga weg van mij. You would not do the right thing. U deed niet de juiste ding. The fruit of the Spirit. De vruchten van de Geest. This is what we need to do. Dit is wat we moeten doen en moeten doorbrengen. Living a righteous life. Zelf een rechtvaardige mens. Dat mensen u zullen zien en de Heer gaan behagen. People will talk about this dat mensen zullen gaan vertellen. Voor deze vrouw. For this of deze vrouw. You can never win her. U kan haar nooit winnen. When you go to her, als u naar behagen gaat. You down. Ze zal u teneer brengen. Where are you going to see this lady? Waar gaat u deze vrouwen vinden? You see in the church. U moet ze vinden in de kerk. Maar die zien in de church. Ze moeten gewonnen worden in de kerk. Because of you. Door u. People must glorify God. Want mensen moeten de Heer gaan behagen. De apostel Paulus zei. De apostel Paulus zei. I Paul. Ik Paulus. Who is first among the sinners? Die eerste is. I am the first. Tussen al de zondaars. Among the sinners. Ik ben de eerste. But when I met the Messiah. Tussen al de zondaars. Maar toen dat ik de Messiah kreeg. They want to change my life. Ik ben. Leven veranderd. He has changed my life. Mijn leven veranderd. And now I am a new creation. En nu ben ik een nieuwe creatie. And because of me. En door mij. People glorify God. Mensen geven glorie aan God. Let people glorify God. Laat mensen glorie geven aan God. Ladies. Dames. We want to pray for you. Wij gaan bidden voor u. And because of you. Dat door u. People will come to mensen zullen naar de kerk komen. They want to know the God you are serving. Willen de Heer kennen die u dient. Brothers, de broeders, we want to pray for you. We gaan bidden voor u. So that you will live a righteous life. U een rechtvaardige leven mag leiden. And the moment people see, en op het moment dat mensen u gaan zien, they begin to ask, ze beginnen zich af te vragen. Whose son is this? Oh, zoon is deze. Whose daughter is this? Dochter is you know, I have a good mind. Zelf al heb ik een goede I want to marry you. Ik wil met u trouwen. Because of your character. Door de karakter dat I am even afraid to come to you. Ik ben zelf bang om I will have to go to Pastor Kofi. Ik zou eerst tot bij Pastor Kofi moeten gaan. That man there. Die nobele man. Go and see your parents for me. Om bij uw ouders te komen. It's because of your character. Dat is allemaal door de karakter die u bezit. But if you have the other character. Maar als je de andere karakter hebt. I just meet you. Ik zou je tegen. Mijn sister, what are you going to do? Mijn sister, you have my mind to come. We hebben een afspraak. Kom maar tot bij mij. May the Lord bless you. Van de Heer zegen. May the Lord bless you. Van de Heer zegen. I said, may the Lord bless you. De Messiah is here. De Messiah is hier bij ons. De Messiah is hier bij ons. De Messiah is bij ons.
Pastor Frank prepared. Come on, Pastor Frank, prepared to go. The Messiah is here. The Messiah is by us. So if we shall know where we are standing, dus als we weten waar dat wij ons bevinden, he will take us. Hij zal ons ook nemen. Step further. Stappen. And he will give us. En hij zal ons gaan leiden. An eternal life. Een eeuwige leven gaan geven. Mag de Heer.